je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Hey, Gerard. Alles goed? Zeker, met jou? Ja, ik maak me ontzettend druk of we alles wel op tijd afkrijgen. En zoals je ziet, moet alles vernieuwd worden. En we hebben jullie hulp daarbij nodig. Ik zal vragen of de eerste selectie weer kan helpen. Dat zou helemaal top zijn, jongen. Dat komt alles wel helemaal goed, jongen. Komt goed. Rijn, nog even één ding. Je moet morgenmiddag om 3:00 samen met Michel bij onze hoofdsponsor zijn. Trainer, ik heb de voorzitter gesproken. Morgen om 3:00 moeten we bij Sier zijn. Helemaal goed, Ryan. Ik zal er zijn. Goedemiddag, we zijn van Kwik en we hebben een afspraak met Peter Telgekamp. Als u even hier inschrijft, zal ik even Peter Telgekamp bellen dat u er bent. Mannen. Hey, Ryan. Hi, Kas. En Michel. Hi, Peter. Hey. Mannen, welkom bij de firma Sier. Ik vind het hartstikke mooi dat jullie hier zijn. Nou, Michel en ik die kennen elkaar al iets langer. Ik ben woonachtig in Heinel. En dat is ons clubje, hè? VV Heinel. Daar komt Michel ook vandaan. Overal zit natuurlijk wel een beetje keerzijde aan. Hè? En ook aan Michel. Het is een fantastische trainer. Ja, toch zit daar ook wel een klein randje aan. En dat kleine randje zit er aan op het moment dat je afspraak niet nakomt. Michel die kan echt compleet uit zijn dak gaan. Bij ons in Heino heeft dat gewoon een wit plastic kuipstoeltje gekost. En je mag zeggen, Michel, want ja, het tuinstel is toch niet meer compleet. Dus ik draai me om, ik denk uit frustratie. Ik zie die stoel staan en ik denk van ja, wat? En dus ik schop er vol tegenaan. Nou, dat ding dat sprong in honderden stukjes. Maar ik vind het wel fantastisch, Peter, dat je er 3 hebt meegenomen. En die heb ik in ieder geval nog 3 stoeltjes waar ik het erop kan uitproberen. Ja? Succes. Dus Ryan, je weet, Kas? Bal weg. Goed. We hebben een jurist bij onze Michel in de straat neergedropt. Die speciaal daar gaat wonen. Alleen om Michel een beetje in de gaten te houden. Dat soort dingen die weer gebeuren. Hij heeft ondertussen een klein dossiertje aangelegd. Nou, Michel, je mag hem even inkijken, hè, want het is nou nog een keurig dossier. En wij als hoofdsponsor hopen maar even dat het toch zo blijft. Hey jongens, ik heb gehoord dat we vandaag een afspraak hadden met Gerard Tijtel, waarschijnlijk om het veld te testen. Hoy te visto con tus libros caminando y tu carita te coqueta, hoy le hiela de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, hoy le hiela de mi amor. Hey mannen, wat maken jullie nou? Het veld is nog niet klaar. Ik heb even jullie hulp nog nodig. Hartstikke mooi dat jullie al fanatiek zijn en dat jullie al graag willen voetballen. Maar ja, zondag is de eerste wedstrijd, maar het veld is nog net niet helemaal klaar. We moeten nog de puntjes op de i zetten en hebben toch even jullie hulp bij nodig. En misschien is er nog een baantje bij de Zalandse voor jullie vrij. Zondag zie ik jou fanatieker als nou met de bezem. Dus het mag een klein beetje, het moet allemaal klaar voor zondag. Hier moeten de mensen komen te staan. Ja mannen, hartstikke top dat jullie ons als de laatste handjes hebben meegeholpen. Zondag kunnen we starten. Dus, ik ben even benieuwd hoe jullie eerste ervaring is met het veld. Ja, het ligt er mooi bij. Ja, het ligt er super bij en zondag eerste 3 puntjes hier denk ik. Wij als Zalandse United wensen natuurlijk jullie als eerste selectie alle succes dit seizoen. Hopelijk dat je bovenin meedraait. En natuurlijk ook de club wensen wij alle succes dit seizoen. Dus, en wij vonden het heel mooi dat wij dit project hebben mogen maken. Jongens, ik heb van onze aanvoerder Ryan de opdracht gekregen om naar bureau BAM te gaan, want we moeten nog wat puntjes op de i zetten voor het
prestatiemagazine. En ik denk dat ik nou niet de minste bij me heb. Ik denk dat jullie dat ontzettend goed weer kunnen helpen, jongens. Ja. Klopt dat? Het is dat jij het zegt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, hi. Hi. Hey, Rob. Hi. Hi. Hey, Rob. Hi. Hey, Rob. Heel fijn en dat jullie mij even helpen met het ontwerp van het prestatiemagazine. Nou jongens, dus hier is het waar het allemaal gebeurt en ontworpen wordt. Maar is er wat speciaals in deze editie? Of? Nou ja, het is iedere keer iets nieuws in de club, rond de club of over spelers en oudspelers. En dat zal hier ook zo zijn. Ja, ja. Nou jongens, en? Is die mooi geworden? Ja, ziet er fantastisch uit. Je scrolt ietsjes naar boven als je wilt. Ja. Ik heb zelf nog een paar dingen waar ik graag wil aanpassen. Mag ik misschien even? Tuurlijk! Ja. Zo jongens, hij is helemaal klaar. Ja. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Ook bedankt. Dankjewel. Ook bedankt. Dankjewel. En jongens, gewoon alles winnen, hè. Kom op. Ja, we gaan ervoor. Alles best doen. Super. Super. Doei. Hoi. Hey Jelle, goedenavond. Hey, goedenavond. Welkom in onze drukkerij, jongen. Ja. Kan we helpen met de boekjes van het nieuwe seizoen? Ja, klopt. Hey, maar je zou toch niet alleen komen? Tana zou toch ook helpen vanavond? Of? Ja, die, volgens mij heeft hij plankenkort. Ja, nou, dan moet jij maar harder aan het werk, want we zijn nog niet helemaal klaar met de boekjes. Hey Jelle, dit is Luc. Die helpt je verder met de boekjes. Hi. Hi. Hi, Luc. Hi. Zo, wat heb je daar voor mooie dingen hangen dan? Ja, dat zijn ontwerpen die we zelf hebben gemaakt. Dat leek je wel wat, denk ik, of niet? Ja, zou je er ook een van ons kunnen maken? Oh, ik denk dat het wel mogelijk is hoor. Dan moeten we eens even kijken in de computer. En nu je toch bezig bent, maak hem dan anders ook even voor Tuiner. Is dan weliswaar niet bij, maar dan heeft hij in ieder geval nog een leuk aandenken. Van jou en van Tanner zijn nog klaar. Hey, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Vind er een mooi plekje voor en super bedankt voor je hulp. Hè. Ja. En succes met jullie ook. Bedankt. Hey. Hey, bedankt. Tot ziens. Oké, okay, hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Luc Oldemannikoff. Hi. Hi, Niels. Luc Oldemannikoff, welkom. Ja, welkom bij de Monnik. We zijn een familiebedrijf sinds 1918. We importeren uit 40 verschillende landen van over de hele wereld. En we distribueren onze goederen naar slijterijen, naar groothandels en horecagelegenheden. Gelegen in heel Nederland. Maar vertel eens, wat is eigenlijk de reden waarom jullie hier zijn? Ik wil eerst een flesje bier ophalen en een doosje wijn voor onze eerste competitiewedstrijd. Alvorens jullie met het vaatje bier teruggaan, ja, wil ik uiteraard wel even jullie drankkennis testen. Weet jullie wel wanneer Grols is opgericht? Ja, dat weet toch iedereen. Dat is in 1615. Hartstikke goed, heren. Maar wanneer is ons familiebedrijf De Monnikdrank opgericht? Volgens mij zag ik beneden een schilderij hangen met 90 jaar bestaan. Dus het zal rond 1915 ongeveer zijn. Bijna goed, ik zat niet ver vandaan. We zijn opgericht in 1918, dus we staan bijna 100 jaar. En jullie hebben nu Grols bier op de tap. Maar waar komt de naam Grols eigenlijk vandaan? Ik
geloof dat het iets met de oprichting van Peter Kuiper en Willem Nerveld had te maken, die ooit ergens een keer in Groenlo zijn begonnen met een bierbrouwerij en uiteindelijk is daar Gols uit voortgekomen, geloof ik. Mooi stukje geschiedenis, heren. En ja, vanaf nu is het mooie stukje geschiedenis ook bij jullie verkrijgbaar op de pomp in de kantine. Proost. 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 Allereerst hartstikke mooi wat jullie allemaal bij Kwik gedaan hebben. We hebben een beetje bekeken hoe en wat en ja, we zijn er heel erg blij mee. Ja, wij doen ons best en we maken jullie reclameborden voor het Hoofdveld natuurlijk. En alle mogelijke dingen wat wij kunnen doen voor Kwik, dat doen we natuurlijk. Met een stuk sponsoring erbij. Dus nee, fantastisch. We hebben nog één vraag. We hebben een spelersbus. Ja. En die zijn helemaal geregeld. Maar we willen nog eigenlijk de spelersbus een nieuw jasje krijgen met de drukking van jullie nog. Dat gaan we regelen. Ga je mee naar boven? Gaan we het proberen. Ja, is goed. Deze voetbalclub. Geen vraag wat mag hier drijven. Heren, hier heb je het voorbeeld. Neem me mee naar Gerard en succes ermee. Ja, hartstikke bedankt. We gaan dit voorleggen aan de voorzitter en dan zien we wat eruit komt. Gaat zeker lukken. Ja? Dan gaan hartstikke we plakken. Hartstikke hey, bedankt. Dankjewel. Heren, topseizoen. Eerste worden en we zien elkaar snel weer. Ja, la, la. Goedemiddag, hi, ik ben Gerard Raken van de supportersvereniging Black and White van Kwik 20. Dag Gerard, Mark. Dani Kurkis. Gerard Raken. Hi, Saliba Somi. Gerard Raken. Goed dat jullie er zijn. Wat vinden jullie van de nieuwe omroepcabine van Black and White? Ja, dit ziet er mooi uit. Duidelijk een likje verf gaat. Ik denk dat je hier wel kunt zitten als supportersvereniging. Maar Gerard, daarvoor zijn we niet gekomen. Wij zijn gekomen om te solliciteren. Want dat is hartstikke goed, want wij zoeken nog mensen voor de omroepcabine. Maar wie is jouw favoriete speaker, zowel voor de radio als op de televisie? Die van mij is Eve ten Apel. Dat is ook de enige die ik ken van FIFA. Dus. Die vrije trap wordt feilloos ingeschoten. Ja, ik ga toch voor Good Old Mart Smeets. Wij van Studio Sport laten u de komende weken zien hoe de voorbereidingen er aan toe gaan. Bon. Ik ga toch voor Sid de Vos. De legendarische koekoek. Let op, zo koekoek. Koekoek. Wat is het toch een wondervoetballer. Om een goede indruk te krijgen van wat jullie kunnen, zou ik het leuk vinden als je even door de microfoon wilt praten. Oei, een goed schot van Rijks Almelo wordt prima gepareerd door Niels Vis. Niels Vis kiest voor de lange bal links op Dani Kokkies. Snijdt hem in, nee, naar buiten. Verbaasd vriend en vijand door van 28 meter de bal vol in het kruis te jagen. Ja ja, 1-0, Kwik 20. Martschepers, kijk, kijk. Die speelt het naar Michel Feuring. Michel Feuring, kijk. Wat een goal. Wat een goal. Ryan Snelders. Wat een goal. Goal, goal, goal. Kwik 20. In de 24e minuut. Dani Kurkis aan de bal. Heracles Almelo helemaal kansloos. Spelen van de wedstrijd. Ze kozen Mart Schepers en Saliba Sofi. Jongens, hartstikke bedankt. Ik vond het prachtig. Maar ik zie jullie toch liever op het voetbalveld als speler. Hey jongens, top dat jullie er zijn. En we zijn hier bij een van de sponsoren van Kwik 20. En we hebben er heel erg veel. Maar we zouden het wel heel graag hebben dat we iets vaker bezoek zouden krijgen van onze sponsoren bij onze eigen thuiswedstrijden. Ja, helemaal met je eens. Het zou mooi zijn als de sponsoren zondags komen kijken bij onze wedstrijden. Welkom jongens.
Hi, Dennis. Hey, Kees Nietzsche, van Daniel van Weersel. Welkom. Hi. Hey, Stom. Hey, Stom. Hey, Luc. Hey, Dennis van Weersel. Hey, Dennis. Hey, Dennis. Hey, welkom jongens bij Keizers Installatietechniek, allround installateur, 40, 45 man hebben we in dienst. En ja goed, we zijn als sponsor van Kwik, zijn we natuurlijk blij dat jullie hier ook even langs komen. We zijn super blij met wat jullie allemaal doen voor ons. We hebben eigenlijk nog een klein verzoekje aan jou, dat is namelijk, we willen graag wat meer support bij de thuiswedstrijden van Kwik. En ja, daarom aan jou ook die vraag van hoe vaak kom je eigenlijk kijken per seizoen? Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kom heel weinig bij Kwik. Dat zou ik zeker doen. Ik bedoel, als je kijkt naar ons prachtige holveld, fantastische geluidsinstallatie. Is het misschien leuk om zo een keer te horen hoe die precies klinkt. Golasso Kwik 20! Lekker biertje in een ruststof na de tijd is natuurlijk ook altijd meegenomen. Om wellicht ook eens bij te kletsen met de andere sponsoren van Kwik. Is ook altijd goed voor het netwerk natuurlijk. En daarnaast zijn we toch wel van plan om als selectie de komende weken het voetbalniveau naar een hoger plan te tillen. Ja jongen, jullie hebben me helemaal overtuigd. Ik ga zeer zeker wedstrijden bezoeken dit seizoen. Dus ik zie er helemaal naar uit. Komt helemaal goed. Mooi. Tot dan. Nou kerels. Ja, bedankt. Succes zondag. Tot volgende week dan. Ja, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, dankjewel. Tot snel. Hi Gerard. Hey, kijk eens, zoals je ziet hebben we alles helemaal afgekregen op tijd. Ja, dat is top. Maar er was nog één dingetje. Vanuit de spelersgroep hadden wij nog een mooie spelersbus in gedachten. Nou ja, dat nemen we natuurlijk mee. Maar we zijn blij in ieder geval dat alles af is gekomen. Nu straks de punten nog. En ik wens jullie heel veel succes dit seizoen. Ja, helemaal top jongen. Gaan we voor.